staan? Nee? Nou jongens, Danny is een trucje gaan doen, dus die is gewoon... Hij zegt van, ik kom je zo wel... Ik zie hem al daar. En Danny, die zegt ze van, ja, ik ga wel een tukje doen en ik sms je als ik weer terug ben, want ik ben echt kapot. We hebben natuurlijk al uren in de bus gezeten, ik snap het ook wel. Ik heb amper geslapen, maar ik heb wel de fit om gewoon door te gaan. En ja, ik denk dat de Pirates wel de beste attractie was en is in mijn ogen, omdat die echt mooi gethematiseerd is, echt alles. En nu gaan we naar de Indiana Jones, de eerste achtbaan waarin ik over de kop ging toen ik 14 jaar oud was. Ik hoop dat het een beetje, het is echt druk in het park, niet normaal. Dus ik hoop dat we nu een beetje kunnen doorlopen, want de Big Thunder Mountain was echt bizar. Echt te druk, dus daar gaan we niet in. Welcome to Big Thunder Mountain the Fall. Please remain seated at all times, keeping your hands and arms inside the boat. Thank you. Lekker zo die lucht. Welkom terug en we zitten hier in een hele spannende attractie. Hij gaat 3 keer over de kop, maar ik zit hier wel met een van de organisatoren van het park. Van het park, dat mocht ze willen. Nee, van de reis. Ja, wee wee. Dat is goed geregeld. Hoeveel mensen hebben nou een beetje deelgenomen aan alles? 300. 300 man. Ja, superveel. Echt te veel. Nou, te veel is altijd goed. Oh jee. Gaan we? Je wordt onze dood, sowieso. Ik laat wel een beetje zien hoor, mensen. Heel erg. Ja.